Het project is is eigenlijk al jaren aan de gang met het digitaliseren van de foto's. En ik zorg voor de coördinatie van het beeldbankproject, zoals we dat noemen. We hebben een beeldbank van 17.000 foto's inmiddels. En een kleine kern vrijwilligers die kent die beeldbank wat beter. En er vallen gewoon bepaalde foto's vallen op. Hier is een gedeelte van het stadsarchief. Ik werk hier als vrijwilliger in het fotoarchief. En vond het eigenlijk wel tijd worden dat er wat meer aandacht besteed werd aan de beeldbank hier, waar wij met de groep vrijwilligers mee bezig zijn. We hebben hier honderden duizenden foto's en we zijn ermee bezig om die te ontsluiten. Dat is heel veel werk. Nu is eigenlijk de tijd daar dat we daar eens mee naar buiten treden, omdat we ook trots zijn op ons werk. Via de website van de gemeente Enschede kan je het stadsarchief opzoeken. Daar kan je het fotoarchief vinden bij foto's, tekeningen en kaarten. En daar zijn de vrijwilligers dus mee bezig om dit voor elkaar te krijgen. We kijken wel mee over de schouder van een vrijwilliger, wat het verhaal dan wordt. Dus we proberen wel op een goede manier die vrijwilliger te begeleiden in de keuze van de foto en van het samenstellen van het verhaal.